Honderden betogers hebben dinsdag een vliegveld bij Bangkok bestormd. Dat is intussen gesloten. Vertrekkende vluchten zijn uitgesteld. Vluchten naar het vliegveld toe worden omgeleid. Buitenlandse toeristen keken verbaasd toe hoe leden van de oppositiebeweging de terminal instormden. Eerder op de dag werd de weg naar het vliegveld al geblokkeerd. Ook bij een ander vliegveld was het onrustig. Bij een wegblokkade vielen schoten en er ontstond een vechtpartij. Zeker 11 mensen raakten gewond. De betogers eisen het aftreden van premier Somchai. Volgens hen is hij een stroomman van de oud-premier Thaksin, die 2 jaar geleden door het leger is afgezet.